Hoi Welkom bij een mensen. Q&A. Eerst hoi Oh fuck, mensen. dit is veel te lastig. Hoi mensen, welkom bij een nieuwe Q&A. Op hoe gaat dat? Hallo mensen, we gaan vandaag wat dingen weer bespreken. En we gaan ook iets nieuws aankondigen, dus laten we maar direct beginnen. Rino, heb jij de vragen? Ja, ik heb de vragen bij de hand. En de eerste vraag is, die komt van Emile Paulet. En ze vraagt, hoe kan je in Sony Vegas een filmpje achteruit laten spelen? Laat staan, je hebt hier een filmpje in Sony Vegas. En dat is de aftiteling, kijk. Aftiteling, hey. En dan wil je dat achteruit laten doen. Wat je doet, is je knipt op het begin waar je hem terug wil laten gaan. En je knipt tot waar je dat wilt. Dan kopieer je even dat middelste stukje. Ik vertel zo waarom. Ctrl-C. Dan zeg je rechtermuisknop reverse. Dat betekent omdraaien in het Engels. Dan sleep je deze iets achteruit. En dan zet je dat stukje wat je net gekopieerd hebt, zet je er weer tussen. En dan zeg je create a new copy. En dan schuif je die er weer tegenaan. Wat er dus gebeurt, dan gaat hij dus terug scrollen. En daarna gaat hij weer verder. Let op. 3, 2, 1. Oh, nee, dit is precies niet wat we wilden. Maar deze twee moeten nog andersom. Kijk, let op. Zo zie je maar weer. Fouten maken, daar leer je van. Kijk, let op. Gaat hij nu door, gaat hij terug en dan gaat hij weer heen. Oh, dan moeten we... Oh. Het moest nog iets anders, maar in ieder geval... Je moet het dus zo knippen dat het klopt. Dus in ieder geval rechtermuisknop reverse. Dat was de eerste vraag. De tweede vraag komt van Itch Dutchie. En die vraag, hoe upload je gepland? Dat is heel simpel. Je gaat naar YouTube. En, waarschijnlijk, ik weet niet of iedereen het kan. Maar je moet sowieso je mobiel even linken. En als je wat video's online hebt staan, dan heb je al YouTube Partnership tegenwoordig. En op dat moment kan je gepland uploaden. Dan zie je, kan je dat aanvinken bij het uploaden. Dus. Ja, niet iedereen kan het volgens mij, maar als je gewoon een paar video's online hebt staan en een paar views, dan kan je al een partnership aanvragen. Dat betekent dat je je AdSense kan koppelen, toch? Klopt. Als je het nog niet ziet, dan ben je dus nog geen partner. Dus. Ja, precies. Dus dan moet je gewoon even dat gaan koppelen. Als je daar een tutorial over willen, zullen we dat ook nog eventjes gaan doen. Dus dat. Volgende vraag. Dutch Movie Studios vraagt, kunnen jullie laten zien hoe je een game maakt? Nou, we kunnen niet laten zien hoe we een game maken, maar we gaan wel laten zien hoe je een gamekanaal maakt. Ja. Toch, Rino? Ja, in deze middag komt er nog een video online van Berk. En die gaat een announcement doen van de komende maand. Want we gaan een game maand houden en we hebben een super vet concept. En die gaat Berk gaat die, vertellen. Dus het is nog een beetje een verrassing. Maar deze middag dus nog een video online op hoe gaat het met de announcement daarvan. Volgende vraag komt van Pieter Ochia. Hoe vind je makkelijk een Cinema 4D-model of maak je er een? Ja, dat weet ik. Oh. Je gaat, nou ja, kijk, Cinema 4D-models zelf maken is nog best lastig. Ja. Maar er zijn eigenlijk elk object is meestal wel te vinden. Sommige kosten geld, sommige niet. Wat ik een goede site vind is tf3m.com. Het is wel tf3dm.com, hè? Ja, dat zei ik. En jij zei tf3m.com. Oh, sorry. Het is tf3dm. Ja, uiteindelijk gaan ze verkeerd intypen. Op deze site kan je alles gratis downloaden. Maar je moet wel even kijken welke extensie je zoekt. Het moet namelijk voor Cinema 4D of een .obj zijn of .c4d. Dan kan hij het openen. Als het een andere extensie is, dan is het voor een ander programma. Okay. Dus daar moet je rekening mee houden. Super nice. Oké, dan zet ik dat linkje in de beschrijving. De volgende vraag komt van The Nono Show 1. Dat klinkt wel grappig, The Nono Show. Hoe krijg je jezelf te zien op je computer tijdens het filmen? Ja, er zijn meerdere manieren voor. Als jij een Canon hebt, dan kan jij EOS Utility downloaden. Oké. Okay. En dan kan je je camera met een USB-kabel naar je... Verwissel accu. Heb je een tweede accu, of niet? Nee. Ah, sukkel. Rino's camera is ermee opgehouden, dus ik ga even verder. Hij is er nog wel. Ja. Yeah. De laatste comment is van de Nono Show en die vraagt hoe kan je camera op je computerbeeldscherm zien? En nou ja, als je een webcam hebt, dan is het heel simpel. Dan gebruik je gewoon de USB-kabel, dan zie je hem. Maar als je bijvoorbeeld een Canon hebt, kan je met EOS Utility kan je camera zien door hem
te verbinden met je computer met een mini-USB-kabel. Ja. Nou, in ieder geval... Dat was deze, de hectische aflevering van de Q&A. Ja. Een keertje wat anders. Maar ik hoop dat jullie het leuk vonden. Subscribe op Hoe Gaat Dat. Like deze video even. En laat ook een comment achter voor de volgende Q&A. Deze middag komt er dus de announcement van Berk online. Dus hou dat in de gaten. Dat wordt super vet. En dan spreken we jullie over een paar uurtjes. Ja. Wij niet, maar Berk. Berk. Ja. Later mensen.